Vragen Met. Welkom beste kijkers bij de derde aflevering 10 Vragen Met. En vandaag is het... Shara, ik ben 21 jaar en ik sta in de spits. En ik kom uit Rotterdam. Wie heeft in jouw ogen het vrouwenvoetbal populairder gemaakt? Nou, ik denk dat Lieke Martens dat wel heeft gedaan. Omdat zij de grootste transfer heeft gemaakt naar Barcelona. Ja, tot nu toe de enigste die wel een grote stap heeft gemaakt in vrouwenvoetbal. En wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Nou, ik werk bij een voetbalschool, genaamd FOI. En daar geef ik voetbaltrainingen aan jongens en meisjes die wat beter willen worden in hun voetbal. En dat doe ik eigenlijk. Dus je bent eigenlijk constant bezig met voetbal? Ja, constant bezig met voetbal. Ja, dat is wel echt leuk. Ja, klopt. Is het ook je hobby? Ja, enige, ja. Ja, klopt. Dus ook geen tennis? Nee, ik wil niks. Ik wil niet echt iets te maken hebben met andere sporten eigenlijk. Nee. Alleen voetbal. Wat vond je van dat meisje in jongensteams werden geplaatst vroeger? Ja, vroeger werd ik zelf in jongensteam geplaatst. Ik vind dat je daar eerder stappen vooruit gaat maken. Fysiek word je sterker, je leert daar meer eigenlijk. Dus ik vind dat wel een goed idee eigenlijk. Dus dan ben je een stap voor, zeg maar. En als je bij de vrouwen komt, dan heb je wat meer meegemaakt dan dat je eigenlijk gaat meemaken. Ja. En was je altijd het enigste meisje in het team? Ja, ik speelde alleen in het team met jongens. En ik werd wel goed behandeld, laat me dat zeggen. Dus ik werd niet gezien als, het is een meisje, laat maar... Wat vind je fijn om te voetballen? Kunstgras of natuurgras? Kunstgras, daar ben ik eraan gewend. Ik heb niet echt op natuurgras gevoetbald. Vorig seizoen uit tegen Heerenveen, hebben we dat wel gedaan. Maar dat doe ik niet vaak. En steunt je familie jou in? Ja, heel erg. Ja, elke wedstrijd komen ze kijken. Ja, thuiswedstrijden dan. Ja. En ze vinden het heel leuk. Ze posten foto's van mij op Facebook, op social media, laat me dat zeggen. Ja, vinden het heel leuk wat ik doe. Dus, En wie was of is jouw grootste voetbalheld of heldin? Ja, voetbalheld Messi. Ik ben niet echt dezelfde type speels als hem, zeg maar. Maar af en toe kijk ik wel naar Lukaku ook. Dus ik heb er twee eigenlijk. En Lukaku staat in de spits en ik ook. Dus dan kijk ik af en toe wel wat hij doet en hoe hij, wat voor beweging hij maakt. En hoe hij beweegt in de 16 en dat soort dingen. Maar Messi is echt mijn held, zeg maar. En wat voor gevoel heb je bij Excelsior Barendrecht? Ja, ik heb een leuk team. Hier word ik heel goed opgenomen in het team, goed behandeld. De trainers, de staf eigenlijk is heel leuk. Ja, ik mag ook iedereen en ik kan ook wel goed opschieten met iedereen. Dus ik vind het wel heel goed hier. Wat wil je dan bereiken met het team? Ja, zo hoog mogelijk. Play-off. In de play-offs, ja. En wat meer punten. Dus eigenlijk heel veel bereiken. Dus we moeten gewoon veel meer doen dan dat we nu eigenlijk doen. Dus meer punten. Ik denk dat de meiden de maximale uit zichzelf moeten halen. Alles geven. Ook al krijg je er niet veel voor. Gewoon alles geven, doen wat je leuk vindt. En gewoon genieten eigenlijk. Bedankt voor het kijken naar de derde aflevering 10 Vragen Met. En vergeet ons niet te volgen op Facebook, YouTube en Instagram.